What up, peeps? Influenza, de sneaker leaker. Een hele goede dag. Natuurlijk een good afternoon en een buenas noches. Hangt er vanaf wanneer je deze filmpje aan het checken bent. Maar welkom bij het kanaal. En welkom bij een gloednieuwe weekly wind-up waar we de hyped, limited, exclusieve sneakers van de komende week even gaan checken. En natuurlijk een kleine recapje van wat vorige week is gebeurd. En ik zal het jullie vertellen. Het weer ziet er prachtig uit deze laatste paar dagen. Dus voor al die mensen die sneakers hebben gekregen in de laatste paar weken. Als het goed is, deze laatste paar dagen hebben jullie het lekker kunnen flassen on toe. Gooi een like op je boy, omdat je een schoen hebt gewonnen. En je hebt hem gedragen in deze mooie weer. Gooi een like op je boy. En to show the support van, jawel man, we are flossing our sneakers on feet in deze prachtige weer die we nu hebben gekregen. Maar of course, jullie zijn niet hier gekomen voor de prachtige weer. Jullie zijn hier gekomen voor sneakers. And I got a couple of sneakers for you guys. Voor deze week, of tenminste voor deze laatste paar dagen van de week, zijn er nog wat sneakers die uit moeten komen. Dus let's get right into it. The weekly wind-up van week 10. 10. 10. Let's gizzy. In september van 1985 was de Jordan 1 Bred uitgekomen. Zwart met rood, met een witte midsole, maar voor de rest was die upper van de sneaker was zwart met rode panelen. Die sneaker was uitgekomen in september. Jordan was going to wear it in his game, waardoor hij dan een bericht kreeg van Nike van, luister dan, de kleuren op deze Jordan dat jullie willen dragen, dat kan niet. Waarom kan het niet? Omdat er te veel zwarte panelen zijn op de sneaker. Daar is de uniform, dat is de manier hoe de NBA het wou hebben. Dus Jordan en Nike die dachten van, dus we mogen deze sneakers niet dragen? Oké dan! Wat heeft hij gedaan? Hij heeft die sneakers toch gedragen, waardoor hij een boete heeft gekregen. Volgens mij was het toen die tijd $5,000 of zo. Het bedrag doet er niet toe, want Jordan en Nike die dachten van, we'll pay whatever fine we need to pay, zodat Jordan deze sneakers kan dragen. Want gelijk daarachterna hebben ze ook nog een reclame. Jordan heeft die sneakers gedragen in die reclame om dan te zeggen van, luister dan, de NBA heeft gezegd dat Jordan deze sneakers niet mogen dragen. Maar de NBA heeft niet gezegd dat jullie die sneaker niet mogen dragen. En vanaf die dag, de Jordan 1 Bred of de Jordan 1 Band was born. Een van de meest iconische sneakers, omdat het juist geband werd door de NBA in 1985. En Nike zei, jawel hoor, wij gaan gelijk dit aankaarten with the people. And the people ate it up. Dus iedereen wou die Jordan hebben because it was banned from the NBA. Dus het was een van de beste marketing stunts dat een sneakerbedrijf had kunnen doen. En nu, vele malen jaren verder, hebben we nog steeds die iconische sneaker in de banned versie. Want hij is al een paar keer uitgekomen met die twee kruisjes aan de achterkant van de sneaker om aan te kaarten dat it was de banned Bred versie van de sneaker. En nu zijn ze met deze Jordan 1 High Rebellionaire. Het aparte van deze sneaker is, op die sneaker staan de letters all over the sneaker met they can't stop you from wearing them. Nou, het materiaal van de sneaker, ik weet niet zeker of het echt een afbrokkelende leer is of dat het een element van zware of nubuck is. En die letters op die sneaker die lijken of dat het een lakmateriaal is of patent leather op de letters van die sneaker staan. I don't know. Dus deze sneaker wil ik best wel heel graag in hand hebben om aan te kaarten wat nou precies het materiaal van de sneaker is. We weten wel dat op de afbeelding is die sneaker niet altijd hetzelfde dan als je het in hand hebt. Dus er is altijd wel een beetje discrepancy tussen de afbeeldingen die we op de sneaker hebben zien en dus daadwerkelijk sneaker in hand. Sometimes it looks better and feels better. Other times klopt het gewoon voor geen meter wat je dus qua afbeelding op de sneaker hebt ziet vergeleken met als je die sneaker in hand hebt. Die reclame toen die tijd was al dope. En om het nu weer aan te kaarten op de sneaker, I mean, it's the truth.
they cannot stop you from wearing this sneaker. En als ik deze sneaker in hand ga krijgen, I win it off of the sneaker app. En volgens mij is het nu al een jaar dat ik geen sneaker heb gewonnen van de sneaker app. Dus ik ben echt benieuwd of ik deze Jordan 1 win. Because the NBA cannot stop me from wearing these sneakers either. En als ik deze sneaker binnenkrijg, on feet. Vooral als het zo'n mooi weer is, net als hoe het vandaag is, hoe ik aan het opnemen ben. Jawel hoor, deze sneakers gaan echt wel on feet. To show everybody that the NBA cannot stop us from wearing this sneaker. Van de Jordan 1 gaan we verder met de Yeezy 350 V2 Oreo, die ook deze week uit moet komen. Dit is dan weer een restock van Yeezy, net als wat we met de Yeezy 700 V2 sterk. Dat was ook nog een restock en nu komt Yeezy met nog een restock en dit keer van de 350 V2 Oreo. Nou, de laatste keer dat deze schoen uit was gekomen was in 2016. Er waren met Black Friday in 2016 drie kleuren van de Yeezy 350 uitgekomen. En daarna heeft Yeezy ook nog eens deze Oreo als een soort van een surprise attack nog eens uitgebracht, waardoor iedereen gek werd van wow, yo, Yeezy heeft gewoon een soort van een off-white of een witte streep op deze 350 gezet. Iedereen went bonkers voor deze sneaker. Als je gaat kijken naar de resale van deze sneaker, de prijzen zijn best wel pittig. Vooral als je naar de size 13 of size 14 gang, wat ik heb in een Yeezy, die prijzen die zijn echt wel heftig hoor. Je gaat makkelijk boven de 300-400 euro voor deze schoen betalen, als het niet meer is. Hangt er natuurlijk af van wat formaat, maar de Yeezy Oreo 350 V2 was echt wel gewild toen die tijd en de oplagen waren niet hoog. So a lot of people missed out op deze Yeezy 350 Oreo. I think there's a lot of people die op deze Oreo colorway van de Yeezy 350 aan het wachten is. En dat kaart ook aan dat Yeezy die weet ook van nou, er zijn bepaalde paren dat al bepaalde jaren niet meer uit zijn gekomen. Dus wij gaan ze restocken en people are gonna go nuts. Aparte kleur en een kleur die al 6 jaar niet is uitgekomen weer terugbrengen. I mean, Yeezy die snapt het wel. Not as good als Jordan, want Jordan die doet meestal wat langer over om bepaalde kleuren dus te restocken. Of dan veranderen ze er net iets anders aan en zo. Maar Yeezy die denkt, nou, it's been long enough. Let's bring it out again. Nu komen ze met de Yeezy 350 V2. Oreo. Die sneaker zelf ziet er al heel erg dope uit. En because veel mensen hebben het gemist in 2016. Dus nu om het nu als restock te krijgen in 2022. Hey, als je deze sneaker nog voor retail weer kan krijgen, dan zit je echt wel goed. Because om die resale te gaan betalen van de prijzen wat het nu is. Ik snap jullie als jullie zeggen van, die resale is best wel pittig hoor. Dus dat die sneaker nu weer uitkomt. I'm saying om gewoon ons best te gaan doen om al de raffles in te slaan. De Confirmed app ook nog goed in de gaten te houden om daar ook nog iets in te schrijven. Want die staat ook nog open op de Confirmed app. Om te kijken if we get a chance to get this sneaker nu op een restock. Want de vraag is ook, als een restock sneaker, how many? Wat is de oplaag van deze sneaker? Is it gonna be as limited als 2016? Of gaan ze het nu als een wider release uitbrengen, zodat meer mensen kans gaan krijgen om deze sneaker te winnen? Want deze Oreo colorway is best wel gewild. En hoe ik het zie dit jaar, moet het echt wel ook nog buiten een Nike en een Jordan jaar zijn. Ook nog eens een Yeezy jaar zijn. Want ze beginnen best wel goed met bepaalde restocks die ze nu hebben gehad. Nu met de Oreo en ook laatst met de Static die ook uit is gekomen. Was ook nog best een gewilde sneaker, een gewilde silhouet en een gewilde colorway die ook nog uit is gekomen. Dus ik denk dat Yeezy is planning for this year van de restocks
te gaan genieten. Hier en daar vast wel ook nog een nieuwe kleur van een goede model van dus de Yeezy. Maar I think it's gonna be the restock year. And nobody's gonna be mad at that hoor, Yeezy. Nobody's gonna be mad at that. Vooral als het veel van die sneakers zijn die we in de vorige jaren hebben gemist. Dat we nu weer een kans hebben om deze sneaker aan te schaffen als deze 350 V2 Oreo. Maar dus dat peeps, dat was de weekly wind-up van week 10, 10, 10. En we hebben een paar dope sneakers in week 10. Ietsjes meer exclusief naar mijn idee of de restock van een exclusieve sneaker. Ja, wel dope, maar nu gaan we gewoon verder met de recap van week 9, week 9, week 9. Let's gizzy, gizzy, gizzy. De Jordan 1 High 85 Cut Georgetown was verleden week uitgekomen. En kan ik jullie gelijk vertellen, je boy heeft gewoon een dikke helaas pindasaus erop gekregen. Een hele grote L heb ik voor deze sneaker gekregen. En ja, het was een sneaker die ik best graag wil hebben. Ook nog voor het verhaal van de sneaker. With the shot that he had in college against Patrick Ewing in Georgetown. Dat ze dat weer hebben aangekaart. Die kleuren waren lekker simpel. Niet al te veel poespas op die sneaker. Maar het was gewoon dope kleuren. Een dope verhaal op de sneaker. En natuurlijk een Jordan 1. One-to-one with the 85 cut. Gewoon. En je boy heeft gewoon een dikke L gekregen op de sneaker. Vond ik wel een beetje jammer, want ik had die schoen echt wel willen hebben. Als we gaan kijken naar de retail van die sneaker. Die sneaker die was een 200 euro'tjes. Dus het was ietsjes meer dan een algemene Jordan 1. Meestal is het 170, 180 euro'tjes voor een Jordan 1. En deze was gewoon 200 euro. Het was moeilijk te verkrijgen. Ik moet ervan uitgaan dat de oplagen niet al te hoog waren. Because I didn't get it. Dus dan moet ik wel denken, ik moet het de voordeel van de twijfel geven dat there weren't that many pairs waardoor not everybody could get a W en sowieso niet, want ik weet niet veel mensen die W's hebben gekregen. Als je wel een W hebt gekregen, gooi een like op deze filmpje en natuurlijk gooi de comment van wat vind je van die sneaker, want we zijn allemaal benieuwd, want ik heb gewoon die sneaker niet binnengekregen. Dus I cannot give you een betere redenering van hoe die sneaker is, because I didn't get it in hand. Dus als jullie het in hand hebben gekregen, gooi het in de comment sections. Wat vinden jullie van die sneaker? Zodat andere mensen ook nog die informatie kunnen weten. Zodat ze kunnen weten of ze nou die resale moeten gaan betalen voor deze sneaker of niet. Want de resale van deze sneaker in a size 13 gang gaat al tussen de 320 en de 380 euro'tjes. Dus je krijgt wel ietsjes meer dan lunch money voor deze sneaker if you're gonna go for the quick flip. Makkelijk een kleine, wat is het nou? Een kleine 80 à 100 euro'tjes krijg je bovenop die retailprijs als je deze sneaker verkoopt. That's not bad. That's not bad voor een snelle investering. En als je nou even wacht. Wacht 6, 7 maanden. I bet you this sneaker is gonna hit 400 to 450 euros. Jawel hoor. Even though it's a simple colorway, de verhaal van de sneaker en de 85 cut is wel daar. Dus je ziet het aan de retailprijs dat de kwaliteit van die sneaker moet ergens wel iets zijn. Of dat het verhaal van die sneaker zo goed is that people are just willing to pay above 300 euros voor deze sneaker. Nu. Laat staan 5, 6, 7 maanden later als die sneaker een beetje heeft zitten sudderen. Dat mensen denken van, goh, eigenlijk wil ik die sneaker echt wel hebben. Dan wordt het 450 euro als je die sneaker nog wil gaan aanschaffen over 6, 7 maanden. Dus, there is money in this sneaker. Maar sowieso, het mooie weer die we nu hebben, it's a perfect scenario om die sneaker on feet te zetten en gewoon gezellig mee flassen met deze sneaker. Van
Van de Jordan 1 High 85 Georgetown gaan we verder met de Jordan 6 UNC, die ook verleden week uit was gekomen. En waar ik ook gewoon een dikke, helaas, pindasaus heb gekregen. Gewoon een dikke L voor deze sneaker. Ik heb al best wat Jordan 6's binnen, maar de UNC colorway, dat baby blue of de UNC blauw op deze sneaker is gewoon beautiful. Die college tag met inspired by the greatest player ever. I am not mad at. Dus ik vind het echt wel jammer dat ik deze Jordan 6 niet heb binnen kunnen halen. Dus again, als jullie wel die Jordan 6 binnen hebben kunnen halen, let me know in the comment sections, wat vinden jullie van deze Jordan 6? Zijn jullie ook Jordan 6 fans of hebben jullie ook gewoon die schoen gehaald om te zeggen van ja, ik wil gewoon kijken wat een Jordan 6 doet. Ik heb nog geen Jordan 6 in mijn collectie, dus ik vond het wel interessant om te kijken wat voor sneaker dit is. Helaas, pindasaus voor mij weer. Om jullie dus weer te vertellen, het is al een jaar geweest dat ik geen W op de sneaker heb gekregen. Laat staan om die other raffles waar ik gewoon slaagkans 0,0 heb. Als we gaan kijken naar de retail van deze sneaker, hij was, ik wil weer zeggen een kleine, maar het is helemaal geen kleine. Het was gewoon een flinke €210 voor deze sneaker. En als we gaan kijken in een size 13 gang voor de resale van deze sneaker, zit die tussen de €240 en de €270. So, de resale voor deze sneaker is op het moment niet hoog. En omdat het ook een best heftige prijs was van €210 retail, you don't even get lunch money. Het is echt kosten wat je krijgt voor deze sneaker. Waardoor uiteindelijk krijg je misschien €210 terug. Of €220 terug if you sell it now. Maar ik denk wel dat dit weer een sneaker is. Dat over 6, 7 maanden, net geen jaar, gaat het wel ietsjes hoger zijn dan wat het nu is. Of deze sneaker nou de €400 gaat aantikken. Net als wat ik denk dat die Jordan 185 Georgetown gaat doen. I don't know. I don't really think so. Maar ik denk wel dat deze UNC 6 wel richting de €300 gaat zijn. When it's all said and done. We moeten nog steeds herinneren, het is een Jordan 6. En de hypeness van de Jordan 6 is niet overal even hoog. De hypeness is hoger in Amerika dan wat het in andere landen of in andere delen van de wereld is. Hier in Nederland krijg ik niet echt het gevoel dat die Jordan 6 even gehyped is als een Jordan 11 of een Jordan 4 of een Jordan 1 of iets in die richting. But it's still sold out. En al die andere raffles voor deze sneaker, they're all gone. Dus blijkbaar is er toch, of het is het model, of het is de kleurencombinatie met deze UNC colorway, maar de sneaker went off the shelves. Quick and sold out. Dus if I want to get this sneaker, moet ik hopen dat ik het op een lage prijs kan sneaken op de resale market. Wat ik denk toch wel dat een beetje aan de moeilijke kant gaat zijn. Ik baal wel een beetje dat ik deze Jordan 6 niet heb kunnen aanschaffen voor retail. Even though de retail is best wel prijzig, want €210 is niet niks. Maar dan als ik nou €260 moet gaan betalen op de resale market, that's gonna hurt my wallet a little bit. En als mijn redenering goed is dat deze schoen binnen 6, 7 maanden boven de €300 gaat zijn, dan moet ik echt goed gaan snijpen voor een mooie prijs om deze sneaker nog op de resale market te kunnen aanschaffen. Wat ik eigenlijk niet wil. Ik had hem eigenlijk gewoon voor retail, maar soms, of tenminste in mijn geval vaak, you don't get them for retail, dus you're gonna have to make choices on the resale market. En daar ben ik op het moment niet blij mee. Van de Jordan 6 UNC gaan we verder met de Yeezy 700 V2 Static, die ook verleden week uit was gekomen. En dit was dus een restock van 2018 die nu in 2020 weer uitkomt. En jullie merken het al, Yeezy die wil echt deze 2022 echt het jaar maken van de iconische restocks. Want we zien ook al dat de Yeezy 350 V2 Oreo, die moet deze week uitkomen, is ook een restock van een iconische sneaker die in 2016 uit was gekomen. En dus die Static die verleden week uit was gekomen, die ook original van 2018 is. Wat ik heel erg dope vind, want met de Static,
Waar ik dus, kan ik jullie al gelijk vertellen, een dikke L voor heb gekregen. Die Static was echt wel een shock drop of een surprise drop in 2018. Nobody knew that it was gonna come out. Nadat al twee kleuren van de V1 uit waren gekomen. Dat ze dus dan met een surprise actie kwamen met een hele nieuwe V2 model. En dan nog een andere kleur. Mensen wisten niet wat ze moesten doen. Dus nu met deze restocks hebben de mensen die in 2018 die sneaker niet hebben kunnen aanschaffen, hebben nu de kans gekregen om die sneaker aan te schaffen. Dus let me know in the comment section again. Van als je die sneaker in 2018 niet hebt kunnen aanschaffen, of je dus nu wel een W voor hebt gekregen. And if you're happy with the sneaker dat je hem nu 4 jaar later hebt kunnen krijgen. I mean, dat is toch wel iets. Als we gaan kijken naar de retail van deze sneaker. Hij was €300. En dat is best normaal voor een Boost sneaker. Vooral bij een 700. En als we gaan kijken naar de resale in a size 14 gang. Want ik ga ervan uit dat in Yeezy, ook al is het een 700 V2. Dat ik nog steeds een maatje groter moet doen. Net als wat ik met de 350's moet doen. I could be wrong. I've never had a 700 V2. Dus I don't know for sure. Maar we gaan het gewoon aankaarten met een size 14 gang op de resale market. Dan is die tussen de €250 en de €360. Dus de verschil tussen wat mensen ervoor willen geven en wat mensen ervoor willen hebben is toch best groot. Maar ik denk sowieso dat de laatste verkocht is net onder de €300. Dus right now mensen denken van I don't know really about this sneaker. Of het even dope is als die 2018 versie. Of van luister dan dat je nu weer met deze sneaker uitkomt. We gaan niet dezelfde hype hanteren als 2018 met deze Static. Zo zie ik het op de resale market in de size 14 gang. Als er geen restock komt van deze sneaker in de komende 4-5 jaar, dan kan het wel zijn dat deze sneaker richting de €400 gaat zijn. When it is all said and done. Maar het hangt er echt vanaf if there is a restock again or not. En met Yeezy weet je het never. Of ze nou na 6-7 jaar een restock gaan doen. Of dat ze zeggen, nee joh, we gaan gewoon elk jaar deze restock doen voor de komende tijd of zo. You never know with Yeezy. En last but certainly not least hebben we de SB Dunk High Passport die verleden week uit was gekomen. Was een hele aparte sneaker. Een SB Dunk High die je dus voor hiking kon gebruiken. Hij had ook nog bepaalde interessante accentjes. Metalen eyelids aan de bovenkant van de sneaker. Rope laces. Natuurlijk de SB elementen in deze Dunk. Ze wouden echt de Outback aankaarten in Australië dat je met je SB Dunk High gewoon in de Outback van Australië kon rondlopen of gewoon ermee kan gaan hiken. Dat was al een aparte sneaker. Ik wou eigenlijk deze sneaker hebben om een hond uit te laten, waardoor ik dacht, maybe een SB Dunk, waardoor je de Outback in kan gaan. Dat zou een dope schoen zijn to walk my dog with. Vooral als ik in die bossen ingaan en die trails ga pakken met mijn hond. Dat zou toch wel dope zijn? Maar helaas, pindasaus, ik heb gewoon een dikke L voor deze sneaker weer gekregen. What I've been having met al deze sneakers die ik deze week heb aangekaart. Afgelopen week heb aangekaart. En volgens mij de laatste 5-6 maanden van alle sneakers die ik heb aangekaart, heb ik gewoon dikke L's voor gekregen. En this SB Dunk High Passport is no different. Als we gaan kijken naar de retail van deze sneaker, was die gewoon een €125. Ietsjes duurder dan een algemene SB Dunk High. Meestal zijn ze €100 of €110, maar dit was echt wel €125 voor retail voor deze sneaker. En als we gaan kijken in a size 13 gang voor deze sneaker, gaat die tussen de €215 en de €250 op het moment. You make a little bit of lunch money, €50-60, if you sell it in a size 13 gang right about now. Maar hoe vaak gaan we nou hebben dat er een SB Dunk High is, dat je gewoon mee kan gaan hiken? Catch trails. Als je in Australië bent, kan je gerust de Outback ingaan met deze sneakers and you'll be fine.
You will be fine. Met die exterior en ook nog de ankle support bij die sneaker. Ik denk niet dat dit handig is als het echt aan het regenen of aan het plensen is. Dat je ook nog deze schoenen gaat dragen. But if it's dry en het is een mooie dag, kan je gerust deze sneakers gewoon op een trail gaan pakken. En gewoon het bos in of iets adventuristisch gaan doen met deze sneakers. Dope! Om te zeggen dat deze sneaker, dat dit soort sneakers vaker uit gaan komen met Nike, I don't think so. Als we 6-7 maanden gaan wachten voor de resale van deze sneaker, denk ik echt wel dat deze sneaker boven de €300 gaat zijn. We moeten wel realistisch zijn. How many SB Dunks kennen wij dat jij gewoon kan gaan hiken met die sneaker? I mean, this is the first one dat ik zo heb gezien. Dus ik vind wel dat Password goede werk heeft gedaan met deze sneaker. Dus ik ben echt wel een klein beetje salty that I do not have this sneaker to walk my dog. Dus dat peeps, dat was de weekly wind-up van week 10, 10, 10 en natuurlijk de recapje van week 9, week 9, week 9. Als jullie deze filmpje dope vonden, gun je boy die like. Als jullie vinden dat andere mensen dit soort informatie ook nog eens moeten weten, vooral met de Rebellionaire en wat ik allemaal heb gezegd over de SB Dunk High Passport. I mean, wat vinden jullie van de SB Dunk High Passport? Zijn jullie het met mij mee eens dat die Passport gewoon een hiking sneaker is en zo dope zijn te walk your dog with the sneaker? Of denken jullie ook van no, sneaker leaker, dit is eigenlijk eerder een investering, want het is best wel een aparte sneaker en zulke sneakers komen niet zo vaak uit. Maar als jullie ermee eens zijn en jullie vinden dat andere mensen dit soort informatie ook eens moeten weten, gun je boy die share. Ik hoef jullie niet uit te leggen wat jullie met de subscription button moeten doen, want YouTube doet natuurlijk niet zo moeilijk met de algoritme met de subscription button, maar de notification bell. Als jullie die aanklikken, dan krijgen jullie elke keer weer te weten als ik weer een nieuwe filmpje drop. En dan blijf ik het zeggen. Elke keer weer, let's keep this culture going. Jullie weten zelf.